Zaterdag 25 juli was de eerste training van de A-selectie van IJsselmeer-Verhoss voor het nieuwe seizoen. Met een aantal nieuwe gezichten in de selectie en in de trainingstaf, maar ook met veel oude bekenden, werd de basis gelegd voor het seizoen 2009-2010. Roy Wesseling praatte samen met nieuwe assistenttrainer Richard Pijl veel met de selectie om zodoende hun visie op de spelers over te brengen. Na afloop van de training stelde een aantal nieuwelingen zich voor. Hallo, ik ben Jurik Ascension. Ik ben 26 jaar, kom uit Amsterdam, Zuid-Oost. En kom dit jaar bij IJsselmeer-Verhoss voetballen. Mooie club, dus dit jaar gewoon lekker aan de bak. Hallo, ik ben Sjoerd Renssen, 25 jaar, kom uit Ede. Doelstelling voor dit jaar is zoveel mogelijk spelen en kampioen worden. Nou, ik ben Guido de Graaf, ik kom uit de A-jeugd van IJsselmeer-Verhoss. Ik ben 18 jaar, linker middenvelder, linksbenig en wordt veel leren dit jaar en we zullen het zien. Ik ben Tony Tol, ik woon in Almere, ik ben 21 jaar. Ik heb 8 jaar bij Utrecht in de opleiding gezeten, in de tweede. En ik hoop dat ik hier een basisplek kan veroveren. Ik ben Geoffrey Verheij, 26 jaar, ik kom uit de Bijlmer. Ik ben aanvaller bij IJsselmeer-Verhoss sinds dit jaar en hoop er een leuk jaar van te maken. Ja. Ik ben Ivan Akswijk, 36 jaar, woonachtig in Zaandam, geboren in Amsterdam. Ik ben gekomen voor de links middenveld of links achterin. Ik hoop een mooi seizoen te maken met IJsselmeer-Verhoss. Hallo, ik ben Yannick Cornelis, ik ben 18 jaar, jullie kennen me al een beetje van vorig jaar. Dit is mijn eerste volle jaar in de A-selectie. Mijn doelstelling voor dit jaar is een basisplek veroveren. Michael Daarde, 18 jaar, afkomstig uit Spakenburg. Ik kom over van FC Utrecht A1 en mijn doelstelling voor dit jaar is hopelijk bij de eerste 16 te zitten. Mijn naam is Richard Pijl, ik ben nieuw bij de club, in de functie als assistenttrainer. De club is mij al bekend, heel veel mensen kennen mij hier al, jarenlang als tegenstander gespeeld. Ik ben net 40 jaar geworden, ik heb een vriendinnetje, een dochtertje van 4 jaar en dat is even iets over mij. Ik heb er heel veel zin in dit jaar en doel is om kampioen te worden en promotie de topklasse. Dat was het.